Vandaag worden Yveke en Jente geïnstalleerd als klimaatburgemeester van Bokstel. Het Jeugdjournaal is er zelfs ook bij en wij nemen jullie vandaag mee. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Iedereen komt te kennen van harte welkom hier. Namens natuurlijk burgemeester Roel van Mijngaarden en mijzelf, PCD Vlaarhoven, wethouder Duurzaamheid. En waarom staan we hier? We staan hier omdat vandaag de Nationale Klimaatweek start. Nou, wat we ook gedaan hebben, is een oproep gedaan voor klimaatburgemeesters. En nou, Boksel heeft er 3 gekregen. En ik wil graag het woord aan Roland van Mijngaarden geven om hen te installeren als klimaatburgemeester. Dankjewel. Eigenlijk hebben we 4 klimaatburgemeesters, dus ik ben ook best wel een beetje een klimaatburgemeester. Dus ik ben ook bestuurlijk bij het Klimaatverbond Nederland, omdat ik het klimaat zo belangrijk vind. Maar het is natuurlijk nog beter om er meer te hebben dan 1. Dus ik ben heel blij met jullie aanmelding. Dus ik ga even wat dingen vragen. Ik begin helemaal rechts bij de dames, mag wel het van. Yveke, waarom vind jij het zo leuk om klimaatburgemeester? Ook omdat kinderen er over 30 jaar nog steeds moeten leven en niet dat de hele wereld dan is vergaan. Ik vind dat je daar enorm goed over nagedacht hebt. Dus je gaat altijd op de fiets naar school of lopend? Ja, ik ga altijd op de fiets naar school, ja. Kijk, dat horen we graag. En hoe zit het voor jou? Ja, ik vind het klimaat ook heel erg belangrijk en eigenlijk hetzelfde als Yveke, ik ga ook op de fiets naar school. Ga je wel je rijbewijs halen voor later? Ja. En dan een elektrische auto, hè? Ja. We krijgen nu de officiële ceremonie dat de klimaatburgemeesters geïnstalleerd worden. Dus we krijgen de hele duurzame houten ambtsketen omgehangen. Vragen om via de trap boven te lopen naar het balkon, om daar als opening van de Klimaatweek in Boksel de vlag naar beneden te laten hangen. 5, 4, 3, 2, 1, en daar gaat-ie. Deze week is het natuurlijk de Nationale Klimaatweek. We hebben het net heel mooi geopend met het lied van de Star Company. Hier staan 2 klimaatburgemeesters. Wat vindt u ervan dat uw taak een beetje wordt overgenomen? Nou, best wel prettig, want er moet natuurlijk zoveel gedaan worden voor dat klimaat. En met meer kan je gewoon meer. Ja, en wat denken jullie wat jullie taak gaat zijn? Ja, vooral mensen inspireren om... En ook gewoon zorgen dat het klimaat groener wordt. En ja, mensen ook inspireren, zodat zij er ook aan meewerken. Ja, en we hoorden jullie net al dat jullie het graag willen om plantjes te gaan planten. En hoe zien jullie dat voor jullie? Ja, we willen graag naar andere kinderen uit de Star Company, als voorbeeld naar Gijs. En dan willen we zeg maar aan Gijs vragen of hij het leuk vindt als we plantjes bij hem in de tuin gaan zetten. En zo proberen we dat voor te zetten, en zodat mensen ook echt plantjes gaan plaatsen, zeg maar. Ja, want het is misschien ook leuk, niet alleen dat jullie plantjes gaan planten, maar dat iedereen plantjes gaat planten voor in hun tuin, toch? Ja, en wat vond u van de opening van de Klimaatweek?
Nou, fantastisch natuurlijk, elke keer weer opnieuw. Want het klimaatlied is natuurlijk al een aantal jaren bekend. En het verbaasde mij dat ik nog een heel groot deel uit mijn hoofd wist. Dus ik had zo met jullie mee kunnen doen. Maar je moet dat blijven herhalen. Je krijgt er energie van. En dat is gewoon nodig, want dat klimaatverandering, daar moeten we met z'n allen ons voor inzetten. En dat betekent ook dat we extra energie kunnen gebruiken. Dus gewoon doen. Ja, want de boodschap blijft denk ik altijd goed. En het moet altijd verbeterd worden. Denkt u, of wat denkt u dat er nog meer kan worden gedaan? En misschien ook dat u de klimaatburgemeester nog een tip kan meegeven van wat kan er nog echt worden gedaan? Oh, de beste tip. Nou, in ieder geval zorgen dat je het verhaal wat jullie gaan brengen bij mensen, dat het een positief verhaal is. Want het is natuurlijk heel treurig dat die aarde warmer wordt, maar het biedt ook weer allemaal mogelijkheden. Denk maar, je kan druivenplantjes planten, want die doen het hier tegenwoordig hartstikke goed. Dus het is niet alleen vervelend, het is ook een positief iets. En daar moeten we gewoon heel hard aan werken. En als we dat doen, dan gaat het met het klimaat wel goed komen. En hoe bijzonder vindt u het wel niet dat het Jeugdjournaal hiervoor hier naartoe is gekomen, hier naar Bokstel? Ja, dat hebben jullie bewerkstelligd, hè? Om je als klimaatburgemeester op te geven. En ja, als jeugd meewerkt en het Jeugdjournaal komt, kan je als burgemeester alleen maar trots zijn. Wat vinden jullie ervan dat het Jeugdjournaal gewoon hier naar Boksel is gekomen? Ja, ik vind het vooral heel bijzonder, want je maakt het niet zomaar iedere dag mee dat het Jeugdjournaal even komt. En ik vind het ook wel gewoon dat het ook wel ja, mooi is, want het heeft wel echt een doel. Ja, ik vind het ontzettend goed. Maar zeker ook omdat je bedenkt dat vanavond, ik noem nou een miljoen kinderen dit zien. En om vanuit kindermonden dit verhaal te horen is gewoon ontzettend veel belangrijker als dat volwassenen het verhaal vertellen. We hebben net de Nationale Klimaatweek heel mooi geopend met een lied en een dans van de Star Company. Wat vond u ervan? Ik vind het fantastisch eigenlijk dat zo'n groep jongeren, met name omdat jongeren zijn naar de toekomst toe, dan zo'n lied te berde brengen. En heel enthousiast opvoeren, met een mooie boodschap ook erin. En dat dan twee leden van hen ook nog klimaatburgemeester zijn. Dus dat kan eigenlijk niet mooier. Ja, want wat vindt u ervan dat er klimaatburgemeesters zijn? Daar ben ik heel blij mee. En zeker dat we in Boksel 3 hebben. Eigenlijk 4, hè, zoals de echte burgemeester ook zei. Want ze gaan toch heel jaar aan de slag. Hè? Dus ze gaan ook wat dingen doen, hè? Wat kleine dingen wellicht. Maar toch, elke keer opnieuw brengen ze wel het onder de aandacht dat we iets aan het klimaat moeten doen. En dat het met kleine beetjes ook, dat je dan kunt helpen. Dus heel mooi.